Hallo, ik ben Menno van with Menno en ik vind het ontzettend leuk dat je naar een van mijn video's kijkt. Laten we snel beginnen. Deze video gaat over namen van rechthoekzijden. In deze video ga ik laten zien welke namen je kunt geven aan rechthoekzijden. We gaan eerst even een stukje theorie bespreken en daarna bespreken we een paar voorbeelden waarin we de theorie gaan toepassen. Maar eerst even een stukje theorie. En de theorie die gaat dus over welke namen kun je geven aan rechthoekzijden. We gaan even kijken naar het figuur dat je hier aan de rechterkant ziet. Je ziet hier driehoek ABC. En in die driehoek is hoek A 90 graden. En als er een driehoek 1 hoek 90 graden is, dan noem je dat een rechthoekige driehoek. We hebben dus een rechthoekige driehoek. En in zo'n driehoek heeft iedere zijde een eigen naam. En die namen die gaan we nu even bespreken. We beginnen met de zijde AC. Nou, AC zit vast aan de rechterhoek. En als een zijde vast zit aan de rechte hoek, dan noem je dat een rechthoekzijde. AC is dus een van de twee rechthoekzijden. We hebben nog een rechthoekzijde, want AB zit ook vast aan de rechte hoek. Als een zijde vast zit aan de rechte hoek, dan noem je dat ook een rechthoekzijde. Dus AB is ook een rechthoekzijde. Dan hebben we BC nog over. BC zit niet vast aan de rechte hoek en die zijde die noem je de schuine zijde. Nou, dat zijn dus de namen die je kunt geven aan de zijde van zo'n rechthoekige driehoek. En wat opvalt is dat we twee keer een rechthoekzijde hebben. Maar we willen graag het verschil tussen deze twee zijden nog iets duidelijker maken. En daarom onderscheiden we twee soorten rechthoekzijden. Je hebt de overstaande rechthoekzijde en de aanliggende rechthoekzijde. En welke rechthoekzijde welke is, dat verschilt helemaal per situatie en dat gaan we nu uitgebreid bespreken. We gaan als voorbeeld even kijken naar een situatie waarbij we kijken vanuit hoek C. Je kijkt dus vanuit hoek C en nu gaan we bepalen welke zijde is de overstaande rechthoekzijde en welke zijde is de aanliggende rechthoekzijde. Nou, als je in hoek C staat en je kijkt naar de overkant, dan zie je aan de overkant de zijde AB. De zijde die aan de overkant ligt, die noemen we de overstaande rechthoekzijde. Dus in deze driehoek geldt AB is de overstaande rechthoekzijde. Deze rechthoekzijde veranderen we dus in overstaande rechthoekzijde. En dan hebben we de naam van AB gevonden. Dan hebben we deze rechthoekzijde nog over. En dit is automatisch de aanliggende rechthoekzijde. En de aanliggende rechthoekzijde zit vast aan de hoek van 90 graden. En aan de hoek waarvan je kijkt. We kijken dus vanuit C. Nou, deze zijde zit vast aan A en C. En dan weet je, dit is de aanliggende rechthoekzijde. Nu hebben we dus gekeken vanuit C. En als je vanuit C kijkt, dan zijn dit dus de namen van de rechthoekzijde. Maar nu gaan we kijken vanuit B. We kijken dus vanuit hier. En dan geldt iets heel anders. Want als je vanuit B kijkt, dan ligt aan de overkant niet AB, maar dan ligt aan de overkant AC. En dan is dus AC de overstaande rechthoekzijde. Dit wordt dus de overstaande rechthoekzijde. En AB is dan automatisch de aanliggende rechthoekzijde. Want. AB zit vast aan de hoek van 90 graden en die zit vast aan de hoek waarvanuit je kijkt, want die zit ook vast aan hoek B. Dit wordt dus de aanliggende rechthoekzijde en dan zie je dus dat de namen ineens heel anders zijn. Dus je hebt twee soorten rechthoekzijden en welke welke is, wordt helemaal bepaald door de positie van waaruit je kijkt. Dat maakt het ingewikkeld en die theorie gaan we nu toepassen bij een paar voorbeelden. En dat is een voorbeeld zie je hier staan. We kijken naar driehoek ABC. En driehoek ABC heeft een rechte hoek in hoek C. En de vraag bij A is: welke zijde is de overstaande rechthoekzijde van hoek A? Nou, het gaat om hoek A. Dus we staan in hoek A en dan zoeken we de overstaande rechthoekzijde. Nou, als je in A staat, dan zie je aan de overkant zijde BC. BC ligt aan de overkant en dat is dan de overstaande rechthoekzijde. Dus ga in A staan en kijk naar de overkant. Je kijkt naar BC. En dat is dan het antwoord. Dan gaan we naar B. En bij B is de vraag: welke zijde is de aanliggende rechthoekzijde van hoek A? Nou, we hadden besproken, BC is de overstaande rechthoekzijde en AC is dan automatisch de aanliggende rechthoekzijde. Want AC zit vast aan de rechte hoek en aan hoek A, we kijken vanuit hoek A, dus AC is de aanliggende rechthoekzijde. Dus de zijde die aan de hoek van 90 graden. En aan A vast zit. Dat is de aanliggende rechthoekzijde. Dat is dus AC en dat is dan het antwoord. Dan gaan we naar C. En bij C is de vraag: welke zijde is de overstaande rechthoekzijde van hoek B? Nou, we gaan nu kijken vanuit hoek B. En dan is de vraag: wat is de overstaande rechthoekzijde? Nou, de overstaande rechthoekzijde ligt aan de overkant. En als je vanuit B naar de overkant kijkt, dan zie je zijde AC. AC is dus de overstaande rechthoekzijde. En dan hebben we het antwoord gevonden. Dus, vanuit B kijk je naar de overkant, dan zie je AC, en dat is de overstaande rechthoekzijde. Dan gaan we naar de laatste vraag, en dat is D. Welke zijde is de aanliggende rechthoekzijde van hoek B? Dan nu zoeken we de aanliggende rechthoekzijde als je kijkt vanuit hoek B. Dit was dus de overstaande rechthoekzijde, en de aanliggende rechthoekzijde ligt vast aan de rechte hoek en aan B. Dat is dus BC. Dat is dan de aanliggende rechthoekzijde en dan hebben we het antwoord gevonden. Dus je zoekt de rechthoekzijde die vast ligt aan de rechte hoek en aan B. Dat is BC en dat is dan het antwoord. En op deze manier kun je werken met de namen van rechthoekzijden. Wat ontzettend leuk dat je naar deze video hebt gekeken. Vond je dit nu een handige video? Klik dan even hier om te abonneren op mijn kanaal. En klik even hier voor alle andere video's over dit hoofdstuk. En dan zie ik je heel graag snel weer terug bij de volgende video van Malt with Menno.